Leuk dat je weer kijkt. Welkom bij vlog nummer 43 alweer. Ja, ja, we zijn weer terug. Vandaag hebben wij uiteraard een topper. Ik was eigenlijk al enige tijd op zoek naar deze. Ik heb de grotere variant van deze al gehad. Dus ik ben heel erg benieuwd of deze net zo in de smaak valt als die grotere versie. Ja, je zag het al in de intro, hè? De Struisse Brouwers. Ja, de Struisse Brouwers. De Rio Reserva. En dan wel de versie 2017. 10,5%. Ja, wat kan ik nog meer zeggen over de Struisse Brouwers? Het is een van mijn favoriete brouwerijen. Of all time. Ze maken zulke gave bieren. Ja, en gewoon het hele concept. Je kan hun bieren heerlijk proeven bij het oude schooltje in Oost-Vleteren. Daar zijn ze ook gestationeerd. Ja, als je een keer bijvoorbeeld naar West-Vleteren gaat, hè, de legendarische trappist. Ja, dan zou ik voor de volle 100% naar Oost-Vleteren gaan. Want het is echt, ja, Struisse Brouwers is echt super gaaf om heen te gaan. Je verwacht het niet. Als je die straten komt rijden en je bent op zoek naar de brouwerij, zeg maar, en het proeflokaal. Nou, dan kom je echt op een plek dat je denkt, nee, dit kan het niet zijn. En dan loop je zo door zo'n poortje heen. Ja, en dan een soort walhalla. Bam. Echt super gaaf. Het liefst ga ik er elke week heen, maar het is vanuit Utrecht een behoorlijk stuk rijden. Dus af en toe plan ik met mijn maten een leuke roadtrip. En dan gaan we uiteraard ook daar langs. Maar goed, voor deze, de Rio Reserva. Ja, het is wat ik zei, de grote versie was super. Ze bestaan inmiddels 15 jaar. Nou, gelijk maar het etiket erbij pakken. Daar zie je ook staan, 15 jaar. Ja, het is dit is gewoon een topper ook. Het is echt een super lekker biertje. Nou ja, goed, er staat ook nog een stukje tekst op. First maturation took place in our tanks, second in St. Emilion wine barrels. Third stage took place in bourbon barrels from Kentucky. Our 4 years of barrel patience. Dus er gaat heel wat overheen, zeg maar, om dit bier te brouwen en zo te krijgen zoals hij nu is. Ik ga hem gewoon openmaken. Uiteraard ben ik razend benieuwd. En uiteraard proper glassware. Deze staat uiteraard in mijn kast, in mijn bierglazen kast. Ja, dit is de grote variant. Ik ben eigenlijk ook nog op zoek naar de 0,25. Dit is dan de 0,33. En uiteraard hebben we ook de kleine variant met de bekende Black Damnation schedel. Maar goed, ik heb deze en ik ga hem openmaken. Ik ben benieuwd. Here we go. Yes, yes. Ja, jij ruikt hem nu al. Ja, wat ik al zei, die grote versie vond ik echt geweldig. Echt super veel smaak aan. Heel complex, maar ook echt heel vol. Ik ga hem inschenken. En uiteraard ruiken en proeven. Here we go. Nou ja, schuimkraag. Okay, dat is natuurlijk een ander type glas, hè, dan de snifter. Maar dat maakt op zich niet heel veel uit. Je zal zien dat het schuim uiteraard zorgt wel snel vertrekt. Ik ben benieuwd. Wat kan ik nog meer zeggen? Even kijken. De afvildatum is geweest op 12 juli vorig jaar. Dus deze zit ook al... Nou ja, op 2 maanden na zit hij al een jaar in dit flesje. Nou ja, wat ik al zei, 10,5%. Ja, mooi van kleur. Robijnrood, zoals je kan zien. Ja. Nou, mooi van kleur, perfect. Ik ga hem ruiken. Ik ben benieuwd. Here we go. Ja, heerlijk, heerlijk van geur. Kruidig.
Heel vol en kruidig. Ja, wat bedoelt u met kruidig? Ja, ik weet niet. Bepaalde trippels met koriander en zo, die hebben ook wel een beetje die geur. En die ruik je ook wel echt. Ja, de barrel. Ja, ruik je ook. Er is meer gebeurd met de bier dan alleen brouwen, laat ik het zo zeggen. Er zit een heel verhaal achter, zoals ik al voorlas straks. Ik ga hem gewoon proeven. Uiteraard ben ik benieuwd. De grote variant heb ik al gehad. En hopelijk is deze net zo goed. Ik ga er gewoon vanuit. Ik zou zeggen, cheers. Zo lekker. Hij is inderdaad net zo lekker als ik had gehoopt en ik had verwacht. Super vol. Super zacht. Heel zacht van smaak. Echt een topper. En heel kruidig. Ja, het is echt een super, super goed biertje. Mocht je deze vinden bij de betere bierhandelaren, zou je hem als het goed is kunnen vinden. Topper. Ik verkies deze ook boven heel veel andere struisenbieren. Dit is ook wel echt een type bier wat ik echt super, super lekker vind. Ik heb er helaas maar eentje gekocht. Eigenlijk baal ik daarvan. Ik had er eigenlijk wel wat meer willen kopen. Er stonden er meer. Maar goed, als ik hem de volgende keer zie, neem ik hem uiteraard mee. Want het is echt om van te genieten, dit bier. Ik ga hem lekker opdrinken. Struisenbrouwers, ga zo door. Het is echt een topper. Gewoon weer genieten. Bedankt weer voor het kijken. En uiteraard, tot de volgende keer weer. Cheers.